Leuk dat jullie er zijn. Dit is namelijk de officiële kantoortour waar jullie al heel lang op aan het wachten zijn. Kom binnen, kom binnen. Welkom, 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 welkom. Superleuk dat jullie er allemaal zijn. We zijn inmiddels dus weer vertrokken naar een nieuw kantoor. En dat is, leuk. Het was niet helemaal gepland, maar het is echt niet erg, want dit kantoor ziet er echt te gek uit. De benedenverdieping, die is super groot, maar die gebruiken we helemaal niet. Er staan hier wat props en zo, maar dat is het dan ook. Dus hier gaan we niet kijken, want het enige wat hier gebeurt is het toiletteren. Rick is net naar de wc geweest, dus daar gaan we nu even de komende tijd niet meer naar binnen. We gaan naar boven! Nou, dan beginnen we meteen met onze prachtige projecten. We hebben natuurlijk onze eigen film gemaakt in 2018. Een geweldig project. En ik heb samen met Rick en met Maan een stem mogen inspreken voor deze film van Asterix. Super cool. Dus ja, we vinden het wel tof om dat als binnenkomer hier neer te hangen. Nou, dan komen we aan bij de allereerste echte ruimte van ons kantoor. Namelijk... Rick, wat ben je aan het doen, man? Zo, het is weekend. Het is echt totaal geen weekend. Het is gewoon door de weeks. Ga eens werken. Oh. Zit hij gewoon pils te drinken? Oké. Oké. Nou, zoals je ziet, dames en heren, hier hebben wij ons prachtige, hoe noemen we het? Het is een soort kantine. Dit is de openingsruimte, de algemene ruimte. Hier eten we met z'n allen. En hier is ons keukentje. Super vet, zijn we heel blij mee. We hebben er een zwarte keuken in gezet, omdat we hier een zwarte wand hebben. Dus dat is wel cool. Ja, dit is gewoon heerlijk, weet je wel. Gewoon lekker lunchen met z'n allen hier, gezellig. Dit is echt een topruimte wat mij betreft. Superleuk. En het leuke is dus van dit kantoor, dat alles erop aansluit. Zoals je ziet, al die oranje deuren, het zijn allemaal deuren naar ruimtes waar wij werken. En dat is echt super vet. Dus je kan vanuit deze ruimte in iedere ruimte van ons kantoor terechtkomen. En dat is cool. Dan gaan we door naar misschien wel de ruimte die jullie je nog wel kunnen herinneren, namelijk de Golden Room. Die was ooit goud. Dat hebben we nu niet gedaan, want het was echt best wel heel duur om alle muren goud te maken. En we weten niet of we hier heel lang zitten. Ik hoop het wel, maar ja, je weet het niet. Dus we hebben nu gewoon de vergaderruimte gemaakt. Met nog wel gouden elementen als herinnering. Dus hier zie... Rick! Wat ben jij nou weer aan het doen, jongen? Niks. Lig je hier nou gewoon te pitten, of wat? Nee. Gast, ga weg! Ga werken! Oké. Okay. Ik zie gewoon te... Jongen, ongelooflijk. Hier zitten we gewoon te vergaderen over de nieuwe video's. Iedere maandag gaan we hier zitten, gaan we bedenken, oké, wat komt er nou weer allemaal aan? Wat gaan we allemaal doen? Heeft iedereen nog leuke ideeën? En dan zitten we hier met z'n allen, dat is super leuk. Hier is natuurlijk de prachtige gouden play. Nee, dit is de YouTube-button die we altijd bij ons evenement gebruiken. En dat vonden we wel cool om hier neer te zetten. Oh, en ook zeker noemenswaardig, ons plantje. Ja, ik denk dat hij water tekort heeft. Goed, dan gaan wij door. Hey, wat doe jij nou hier, Willem? Ja, ik moet geluiden, man. Oh, ja. Jij komt deze kant op, dus die camera moet eigenlijk ook daar. Maar ik moet Oké, ben je nou in beeld? Okay. Ik ben nou in beeld. Nou, dan gaan we door naar de volgende ruimte. Dat is onze studio. En niet filmstudio, maar geluidsstudio. Want wij maken animaties en dat betekent dat we ook stemmen moeten inspreken. En dat doen wij hier. Rick! Wat ben je allemaal aan het doen, jongen? Niks. Wel wat, maar niet. Ga eens werken. Oké. Ik ga wel weer werken. Of zoiets. Nou, goed. De studio dus. De geluidsstudio. De opnamestudio. Hier nemen wij al onze stemmen op. En dit hebben we zo gemaakt zodat het lekker dempt en dan heb je het mooiste geluid. Dit is onze microfoon. Dit wordt nog allemaal mooier gemaakt, maar we zijn best wel nieuw in de geluidswereld, zeg maar. Dat is echt wel heel ingewikkeld. Oep, en lopen ook. Wel nog een beetje de minst aangeklede ruimte, moet ik zeggen. Lopen we weer door de kantine. Kantine. Door naar the place where the magic happens, namelijk... Het kantoor. Echt het kantoor. Hier zit iedereen namelijk te werken. Kijk, super stil, super netjes. Gaat altijd zo. Nou jongens, dit ziet er toch goed uit, of niet? Is wel. Ja, dit ziet er goed uit. Hier worden dus de video's geëdit. Hier wordt de productie gedaan, de voorbereidingen. Hier wordt alles voor de video's geregeld.
En dit is het hele team. Hier beginnen we bij onze vriend Julian, die de productieassistent is, die helpt. Wat doe je eigenlijk? Eigenlijk zit ik hier gewoon van 9 tot half 6. Hij doet niks. Nee. Boem in beeld! Top stage wat dat betreft. Top, dan gaan we door naar Lishan. Lishan, wat doe jij hier? Ik bereid alle video's voor. Dat is geheim. Is dat geheim voor mij of voor hun? Voor allebei. Ja, kijk, dat is het ding natuurlijk. Lisanne doet de productie, maar ze doet ook alles. Nou ja, alles wat er binnenkomt qua mail en zo regelt Lisanne allemaal. En de productie is dus wel heel belangrijk. Ik weet soms ook niet wat er in een video gaat gebeuren, vooral bij challenges. Die bedenkt Lisanne, dan bereidt ze voor. En dan mag ik dus niet hier kijken, vandaar dat ik ook recht tegenover Lisanne zit. Dan gaan we door naar onze volgende stagiair, namelijk Jenny. Dat is haar naam. Nee, hou op. Ik noem haar Jenny en dat mag niet van haar. Ja, dat is niet leuk. Jenny, wat doe jij hier? Wat ik er doe? Nou, vooral water drinken natuurlijk. En heel vaak naar de wc gaan. Ja, klopt. Jenny gaat iedere 10 minuten naar de wc. Dat is waar, dat is heel waar. Maar nee, ik ben vormgeefstagiaire. Dus ik doe vooral bijvoorbeeld thumbnails maken of Rick helpt met animaties. En verder doe ik ook soms helpen met de camera. Teun die zit nu achter de camera. Ik help Teun soms met de camera. En zulke dingen doe ik vooral. Dus het creatieve gedeelte. Mega onmisbaar dus. Zeker. Dan hebben we hier nog een andere heer zitten. Namelijk Tim. Jij bent op dit moment, zo te zien, aan het editen. Ja, dat klopt. Wat doe jij hier nog meer allemaal, Timothy? Af en toe het geluid. En dat doet nu Willem, zoals jullie zagen. Die, Fuck it, wat doe je nog meer? En ik ben beuner hier, zeg maar. Dus, Editor, beuner en geluid. Hey, boom. En als je niet weet wat beuner is, alles wat hier gemaakt is, muren, steden. Het hele kantoor gewoon gebouwd. Alles heeft hij gebouwd. Ja. Dat is ongelooflijk. Die man kan alles. Dan gaan we door naar Rans. Hey Rans. Hey. Hey Rens. Hey. Dit is Rans. Rans, jij bent zo te zien ook aan het editen nu. Wat ben je allemaal aan het doen dan? Ik heb hier zojuist een surround reverb opgezet. Oké. Als je dat combineert met de dynamic range van de ISO-waarde van dit shot. Ja. En ja, er is weer. Je zet er een slow op met een easy in en een easy ease out. Ja. Dan ziet het er goed uit. Ja. Top. Rens die is dus editor, maar ook cameraman. En zoals je ziet is hij nu lekker aan de slag met een nieuwe aflevering van Cliffhanger. Heel tof gaat die worden, heel tof. En dan hebben we hier nog iemand zitten. Deze dame hebben we eigenlijk gewoon een werkplek aangeboden, omdat ze anders niet zoveel te doen had. Nee, grapje. Dit is natuurlijk niemand minder dan Murat Slurgvrouw! Maar, wat ben jij allemaal aan het doen en wat doe jij hier eigenlijk in het algemeen? Want dat vragen mensen zich wel eens af, ook bij de vaste teamleden. Wat doen die nou iedere dag? Dat vraag ik mezelf ook wel vaak af. Echt? Nee. Nee, je hebt een hele belangrijke taak. Ik zie al dat je een script aan het schrijven bent. Ja, ik ben een script aan het schrijven. En mailtjes. En ondertussen ben ik iets aan het regelen voor een of andere meet and greet. Dus dat doe ik eigenlijk. Nee. Dus je bent een soort manager. Ja. Scriptschrijver. Ja. Actrice. Mm-hmm. En ik doe ook, dat is echt super saai, maar is wel belangrijk, juridische zaken en administratie. Heel saai, hè? Daar snap ik helemaal niks van. Dus ik ben super blij dat Marit heel slim is en dat allemaal begrijpt. Maar Dylan, vergeet je eigen plek niet. Oh ja, dit ben ik. Ik ben bellenblazer van beroep. En ik blaas zoveel mogelijk bellen, zoals je ziet. Nee, ik doe natuurlijk een beetje regie en ik speel wel eens mee in video's en ik edit ook video's soms. En ik zit hier eigenlijk voor spek en bonen. Maar, dan gaan we nog door naar de... Wacht eens even. Een tekentablet. Het kan maar één iemand zijn die hier hoort te zitten. Rick! Mama. Wat ben je? Oh nee. Wat ben je nou aan het doen, joh? Ik ben weer in slaap gevallen. Nee, ga eens even... Dit is inderdaad onze lounge. Hier chillen we. Hier hebben we soms vrijdagmiddag even lekker een borreltje en zo. Hier chillen we. Maar dat doen we als we klaar zijn met werken, Rick. Oh, man. Oh, sorry.
Ik ga nu werken. Rick, die tekent en animeert en die maakt alle designs. In ieder geval, dat is de bedoeling. Oké, jongens, ga lekker door met werken. Het lijkt nou echt alsof iedereen hier super stil en netjes altijd aan het werken is. Maar geloof mij, maar het is hier echt soms een bende, hoor. Dit is echt niet hoe het gaat. Er staan hier mensen te twerken op de tafel. Was ik trouwens. Er staan hier mensen te schreeuwen, te lachen, te dansen. Maar dit hebben we speciaal voor de video gedaan alsof we een heel professioneel bedrijf lijken. Dus zeg dat tegen niemand. Dan gaan we hier door. Nou, ja, ik wil dit terug nog even aanhalen, hoor. Want dit vind ik wel echt tof. Hier hebben we namelijk ook een poster hangen van de eerste cover van ons magazine. En dat vind ik echt wel heel cool, dat we gewoon ons eigen magazine hebben nu. We hebben natuurlijk onze eigen film gemaakt, maar dat we dit nu ook hebben. Ja, hier, ik heb hier de twee uitgaven liggen. De derde is op dit moment ook al uit. Dus dat is heel cool. Wil je daar een abonnement op? Ik wil het niet te commercieel gaan maken deze video, maar het is wel echt, echt een cool blad. Ik ben er heel trots op, we werken er met heel veel mannen aan. Wil je er een abonnement op? Check dan even de link in de beschrijving, want er staan echt superleuke dingen in. Check het. Ik ben er heel blij mee. En dan gaan we naar de plaats die wel heel belangrijk is. Namelijk Studio 1. Wij hebben ook maar één studio, dus vandaar dat het Studio 1 is. Maar dit is heel belangrijk, want hier worden grotendeels de video's opgenomen. We gaan vaak op locatie, maar ja, dit is de intro setting, de challenge setting, dit... Rick! Wat is dit, joh? Nou is het genoeg. Ga eens... Oh, animeren! Help! Oké, Rick, nou moet je echt gaan animeren, anders is de animatie daar niet online en dat is niet handig. Deze man, hè, waarom werkt hij hier? Nee, goed. De studioruimte. Hij staat nu klaar voor de setting moppenvideo. Die gaan we straks opnemen. Ja, dan zitten we zo tegenover elkaar. Dus er staan er twee camera's tegenover elkaar gericht. Teun en ik zijn hier tegen elkaar aan het strijden. En dat zijn meestal heftige... Oh, dit zijn de moppen. Die mag ik niet zien. Ik heb er geen gezien, Teun. Ik zweer het. Oké. Maar ja, dit is echt... dit is echt de... The place where the magic happens. Hier worden de video's geschoten. Dus dat is heel cool. En dat is een heerlijke studioruimte. Het is groter dan de vorige, dus daar zijn we heel erg blij mee. Het klinkt hier lekker gedempt. Heerlijk, heerlijk plekje. Dan zijn we bijna aan het einde van deze kantoortour. Maar ik wil je nog één ding laten zien, want die hadden jullie misschien niet gezien. Er zit hier namelijk een geheime deur. Bam, bam, bam. Hier zit gewoon nog een deur. En wat hierachter zit, is onze props. Het is niet normaal hoeveel we aan het verzamelen zijn de laatste tijd. Misschien herinneren jullie de propsruimte van de vorige keer nog. Die was al best wel groot, maar het wordt echt steeds meer. Het zit letterlijk bijna tegen het plafond aan. We hebben hier alles liggen wat in de video's wordt gebruikt. Attributen, mutsen, snorren, hoeden, pruiken, kleding. We hebben superveel kleding wat we gebruiken voor alle video's natuurlijk. En natuurlijk net die skeletti, die ook redelijk vaak voorkomt. Ja, hier ligt gewoon alles wat we gebruiken. Dat is super fijn om binnen handbereik te hebben, dat je gewoon even hebt. Zo, wat hebben we nu nodig? Oh ja, we hebben toevallig een oude man nodig. Oké, daar hebben we een kostuum voor. Of we hebben een hamburger nodig. Ja, daar hebben we ook gewoon een kostuum voor. Dus dat is super handig. Je eigen carnavalswinkel lijkt het wel. En dat is wc-papier. Voor als we mummies nodig hebben. Ik ben een mummy! Ik ben een mummy! Goed, dit was het wel zo'n beetje. Het is een stukje kleiner dan ons vorige kantoor, maar wel veel gezelliger. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat je gewoon een leuke werkplek hebt, een leuk team en dat hebben we zeker. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Klik op het duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Klik op het duimpje omhoog als je dit kantoor er tof uit vindt zien. En klik natuurlijk gratis op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's op dit kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer. Later!